Welkom kijkers. We zijn hier in Tienhoven, gemeente Zederik. We gaan op visite bij Peter Versluis. Die gaat binnenkort exposeren in Museum De Koperen Knop voor de expositie Radio. Nou ja, mijn hobby is in ieder geval radio. En al met al, dat is begonnen met bouwpakketten van de firma Maxwell. Ik heb eerst een cursus gevolgd van radiomonteur. En toen ben ik aan het bouwen gegaan. En ik heb hier een voorbeeld staan. Ik heb hier twee bouwpakketten staan. Dit is het eerste bouwpakket die uitgekomen is. En hier heb ik het tweede bouwpakket. En dat zijn simpele toestelletjes. Die werkten met één lampje en een koptelefoon. En zo kon je die ontvangen met een goede antenne. Hoe lang doet u dit al? Ik doe het al 45 jaar eigenlijk. Dus ik ben met mijn hobby begonnen. Ik was vroeger mandenmaker en ben ik de techniek ingegaan. Dus ja. En dat zijn de gevolgen ervan. Ik heb nu een verzameling opgebouwd. En dat is eigenlijk via de verkoop gegaan. En ik heb al met al heb ik hier heel de gemeente, of heel de buurt, die kochten bij mijn radio en tv. Dus dat is leuk. Maar ook hoe ik aan mijn verzameling gekomen ben, dat is zo gegaan. Want op een gegeven moment dan kwamen ze met een radio voor reparatie. Zei ik, ja, dat gaat te veel kosten. En dan, die radio, ja, leverde maar een nieuwe. Dus ik leverde weer een nieuwe. Maar die oude bleef staan, maar er zaten zoveel uren aan. Dat ging gewoon te veel kosten om het te repareren. Dus wat gebeurde er? Ik schoof hem naar achteren en ik mocht hem houden staan. Dus, en ik ging hem laten repareren en die kwam bij mij in het museum te staan. Dan denk ik, al zat ik er een week aan te groeien, dat gaf helemaal niks. Dat was toch mijn hobby. Dus dan kwam die in het museum te staan, hierin, bij de andere radio's. En zo is dat begonnen. En zo is dat uitgelopen. Een beetje uit de hand gelopen hobby. Zonder meer. U noemt het al uw museum. Ja. U heeft er zo'n 700 staan. Ja. En binnenkort gaan ze geëxposeerd worden in Museum De Koperen Knop. Ja, kunt u daar wat meer over vertellen? Nou, die hebben dat gevraagd en ik vond het wel heel leuk om met mijn hele assortiment naar buiten te komen. En dan kunnen er meer mensen van genieten. Dus ik heb al eens een keer geëxposeerd in Echteld. En er waren 110 deelnemers en ik had er zo'n grote expositie aan. Dus er waren Duitsers bij, er waren Belgen bij, en we hadden 110 deelnemers, of Nederlanders. En ik had daar de eerste prijs weggehaald, dus ik heb wel een leuk assortiment. Wat was nu uw eerste eigen radio die u gebouwd heeft? Nou, ik heb weinig gebouwd. Ik heb zelf niks gebouwd. We hadden toen geen cent om te bouwen. Met zo'n bouwpakket die er staat, die kostte 19 gulden. Dacht je dat ik 19 gulden bij elkaar kon sparen? Nee, dat was er toen niet bij, hoor. U verkocht vroeger hier thuis vandaan en u repareerde de spullen ook? Ik verkocht heel radio's via de firma Maxwell. Ik heb een agentschap gekregen doordat ik een diploma radiomonteur gehad heb bij hun. En toen kreeg ik een agentschap en dat heb ik 45 jaar volgehouden. Dit staat nu klaar voor de Koperen Knop in ieder geval. Ik ben zo verliefdelijk ben ik al bezig om het te verzamelen. En dan kom je er partijen die denken, ja, doet hij het nog wel? Dus dan kijk je nog even en dan markeert er weer wat aan. Dus dan moet je nog even repareren. En dan had ik hier nog een apparaatje aan de vond ik wel leuk. Een zender te zoeken. Dan moesten we even met de spoelen knoeien. En dat ging niet zo makkelijk, maar een heel gefluit en een toestand voor eigenlijk een zender had. Van een trouwe luisteraar en kijker van ons programma was mij gevraagd van informeer eens naar het groene oogje. En ik begon daarover. En Peter werd gelijk enthousiast, rolde de elektriciteitskabel uit. En jawel, we zien het groene oogje verschijnen. Peter, het gereedschap. Kun je daar iets over vertellen? Ja. Of denk aan draad moet tappen, of een stukje op polijsten, of een mes moet slijpen, of een schaal moet slijpen. Dat maakt mij eigenlijk niet uit. Dus dat heb ik mij allemaal geleerd. Dus hier een IC. En ja, in al die puntjes moet je solderen. Dus, ja. Voor onderdelen. Dus het is ook allemaal hierin. En dan verzin je wel eens wat. Maar wat hè? Er zitten zoveel onderdelen in, je zou het niet weten. In de jaren 60 hoorde ik een stem. Hij kwam niet uit de hemel, hij kwam niet uit de hel. Zoveel mooie woorden en ik wist niet wie het was. Die stem kwam uit een doosje op de kast. Mijn moeder zei dat is de radio. Ik dacht het is een wonder. En ik kan mijn hele leven niet meer zonder dat wonder. Ik hou van de radio. Ik hou van de radio. Ik hou van de radio. 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 My love.
dit zijn de schemers van de lamp. En dan kan je zien hoeveel spanning erop komt. En wat hij doen moet en wat hij niet doen moet. En dat kan je hierin terugvinden. Ja. Ik heb mijn collega's gemaakt toen ik in de fut ging. En die jongens hebben er misschien dagen aan bezig geweest. Rekent die uren maar eens uit. En daar hebben ze gewoon een transistorradio ingebouwd. Dus ja, steeds heb ik afscheid cadeau gekregen. Dat heb ik al. Dat de mensen vroeger een radio kochten, maar dat ze hem dan zelf bouwden omdat ze dan korting kregen. Ja, ja dat scheelt natuurlijk. De arbeid, je sparen wat uit natuurlijk. Hè. En dit is ook een bouwpakket. En dan, ja. Dus dan deze, die kon je in diverse uitvoeringen kopen, ook met een klop erin. Dus deze mensen die hebben een zonder klop. Beschavingsleer, politiediploma, landbouw, bedrijfskunde, huppakee, machine schrijven, nou, noem maar op. Kun je de radiotechniek, hè? Zie je wel. Maar ziet er een beetje verworden uit, maar ja. Maar dit is de cursus die u ooit gevolgd heeft? Ja, die heb ik gevolgd met de aantekeningen erbij, wat ik fout gedaan heb. Daar werden gelijk aantekeningen gemaakt natuurlijk, zie je wel. Dus in alle documentatie zit hier. In alle dingen die je onderweg ontmoet hebt. Dat mankementen konden zijn, dus die teken je aan, dan weet je voor de volgende keer repareert het makkelijker. Dus dat heb ik allemaal hier zitten. Wat doe je nu precies, Peter? Ik ga hem even opwinden. Hè. Even de veer. En om hem hard te zetten, doe je gewoon dit. Met de oude doos. Die zijn zo'n beetje van 1930 en zo. Ja. En dit is ook een radio van Philips. Dit. Ik heb hier toevallig het binnenwerk hier liggen. Dus even leuk om te laten zien hoe die. Ik wil hem zo meenemen. Dus ik zet die ernaast. En er hoort zo'n langspreker te zitten. Die daar staat. Ja. Dit is de eerste radio van Philips. Dat is van 1928. Ja. Kijk, hier staat zelfs nog een speciaal. Dat is van de Duitse Weermacht. En waar diende dat precies voor? Nou, die zat in ontvangerscirkelen, maar ja. Omdat ik ze zelf verkocht, wou ik wel de mooiste in huis hebben. Die kostte toen de tijd 525 gulden. Dus dat was een heel vermogen. Dus ja, dan moet je even besparen. Maar ja, en toen waren we nog niet getrouwd. Dus ik heb hem van tevoren zelf uitgezocht. En ik vond hem zelf, ik dacht, voordat hij niet bij de meubels past, dan heb ik toch in ieder geval de goede kleur. Maar dit was uw eerste eigen radio? Ja. Die heb ik echt gekocht. Van de, hè? Ja.
Maar die had ook iets heel speciaals, dus vandaar dat ik hem ook gekocht heb. En uw vrouw, hoe vond ze hem? Nou, die vond hem ook een mooi later, ja. Maar net een piano, die had er zoveel toetsen op. En iemand heel veel, ja. Ik heb er altijd van genoten, zeg maar, ja. Ja. En die jongens, ik ken een jongen, die is 55 nu. En ik kwam een die, ja. Dan zat hij op die toetsen ervoor. Het leuk was zo'n knaapje natuurlijk. Maar op een gegeven moment zeg je, blijf er even af. Voor die molt. Maar dat is ook weer niet goed. Maar je vond het even leuk dat hij dat deed natuurlijk. Ja, dat is een hele mooie radio, ja. Maar dat was de eerste met een mechanische voorkeurkeuze. Dus die is een jaarsveld nog op. Ja, en het was natuurlijk heel mooi voor toetsentijd. Dan kwam hier pas geleden iemand boven, die woonde toevallig in Jaarsveld. Hij zei, heb je nog een radio waar Jaarsveld op zat? Kom maar mee, zelfs nog met voorkeurkeuze toetsen. Ja, dat vond hij wel prachtig. In de oorlog is hij ondergedoken geweest. En hier bovenop was net ribkarton. Hij zag er niet uit, het was zo vochtig geweest. Ik heb een spul uit elkaar gehaald. En ik heb de kast heb ik gewoon gehouden zoals die is. Die heb ik gewoon met een injectiespuit. Heb ik iedere keer even inspuiten met houtlijm. En zo heb ik hem helemaal weer glad gekregen. Hij is helemaal glad geworden. Bedankt voor de rondleiding door je zeer bijzondere woning. Honderden radio's hebben wij zojuist gezien. Maar ik heb toch nog een vraag om mee af te sluiten. Ik zit nu bij je in de woonkamer, maar ik zie geen radio. Ja, dat klopt. Mijn vrouw, die is dan overleden inmiddels. Maar in ieder geval, er mochten geen radio's in de woonkamer. Er staat zelfs een algemeen dakblad. Dus dat is openbaar. Dus ik heb me eigen aan te houden. Dus dat is zo gelopen. Peter, dankjewel. We gaan vanmiddag de expositie Radio van Crisis tot Welvaart openen. Het is een expositie die voornamelijk bestaat uit, of eigenlijk alleen maar bestaat uit, de verzameling van historische radio's van de heer Peter Versluis. En momenteel is aanwezig de Merwe TV. Ze zijn misschien nog beneden, die staan daar. En die hebben ook een opname al gemaakt met meneer Versluis, bij hem thuis. En ook vanmiddag hier beneden. En ook dat wordt volgens mij dagelijks uitgezonden. Ja, hè? Dus ja, het is gewoon heel erg leuk om al zoveel reclame te krijgen voor een expositie. Dat bleek ook wel dat dat goed werd, want vanmiddag zijn er al meer dan 30, 40 mensen geweest. Dan wil ik nu graag het woord geven aan meneer Peter Versluis uit Tienhoven. En hij gaat u nog het een en ander vertellen over de wereld van de radio. Maar wel hartelijk welkom allemaal. Ik zie dat er heel veel mensen die genodigd zijn. En er zijn ook mensen hier uit de streek. Die hier via de krant of via de tv benaderd zijn. Maar het zijn wel leuk dat er zo mensen gekomen zijn. Er staan hier ongeveer 70 radio's. Maar in ieder geval over radio's gesproken. Ik verzamel al 60 jaar. Dus ik heb er wel een paar verzameld. Dus er zit wel wat tijd in, heel veel tijd zelfs. Dus toen ik 13 jaar was, dat dook ik al in de radio. Ik zal het even vertellen, dat ik zat thuis te hobbyen. En we hadden een, in de schuur bij ons, daar hadden we een locatie. En vrijdagavond moest ik daar uit. Want dan moest de tuil erin, dat was badderavond. Dus dan moesten alle broertjes en zussen, die moesten in de tuil. Dus dan moest ik even weg met mijn allemaal radio toestanden. Dus dan verhuisde ik het even, en als er allemaal in bad geweest waren, daar zette ik het erin. Dus zo is dat begonnen. Het is nu zo ver dat we daar naartoe gaan, denk ik. Dus ik wil dat. Thank you.